Beleef Landleven. Dat is het evenement waarbij het tijdschrift Landleven tot leven komt. We staan hier in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Dit is eigenlijk een plek waar je het landleven al een beetje kunt voelen, een beetje kunt ruiken, een beetje kunt horen. Maar wij maken het nog levendiger. In het tijdschrift kun je het eigenlijk wel een beetje voelen, een beetje meemaken. Maar het is nog veel mooier om op een gegeven moment iemand die geportretteerd wordt in levende lijf te ontmoeten. En om hem te horen praten en om hem te zien wat hij maakt. En dat kan hier, tijdens Beleef Landleven. Iemand die creatief is, die kan aan de slag bij Ali van Veldhuizen. In dit geval maakt ze creatieve egels. En iedereen die wil, die kan daarbij aanschuiven en die kan ook zo'n egel maken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook koken met Klaske Bakker, culinair redacteur van het tijdschrift Landleven. Ja, die worden niet meer rijk. Nee. Kijk bijvoorbeeld naar Daan de Leeuw. Daan de Leeuw die stond in de reportage in Landleven, hoe die met handen en voetenkracht stoelen maakt. Hij staat gewoon met de hand een draaibank te bedienen. Er wordt geknutseld, er worden verhalen verteld, er wordt uitleg gegeven over het houden van dieren. De fruitexpert van Landleven is aanwezig, de moestuinexpert van Landleven is aanwezig. Eigenlijk iedereen die een stukje deskundigheid heeft op het gebied van het buitenwonen en buitenleven, die is hier om de bezoeker met raad en daad te woord te staan. Het publiek wat er komt, die hebben een affiniteit met het betere buitenleven. Dat hebben de producten die hier staan, hebben dat ook. De locatie is natuurlijk geweldig. Het is in alle opzichten is het perfect. De hele sfeer die er is, die is gewoon heel erg leuk en gezellig. En de sfeer van lekker buiten zijn. En ik denk dat dit Openluchtmuseum dan wel de perfecte plek is om dat te organiseren. Ik heb het idee dat heel veel mensen ontzettend tevreden naar huis gaan. Een dagje beleef landleven hier in het Nederlands Openluchtmuseum. Tijdschrift tot leven zien komen. Daar genieten mensen van. En dat is beleef landleven waar het ons om te doen is.